morgen. Ja, dat hopen we maar, hè? Ja, nou, wat verwacht u? 3 Rembrandts, dus dat moet wel... Eén van de 3 is raak. Eén van de 3 moet wel raak zijn, een gokje kop, hè? 3 maalschepen. Succes! Ja, dank u wel. Mevrouw, u heeft een, nou ja, dat is duidelijk, hè, een Boeddha meegenomen. Een Boeddha, ja, dat klopt, die heb ik meegenomen. In 1978 zijn we naar Thailand geweest en die hebben we toen gekocht. En verder weet ik er niet zoveel van, maar u bent de expert. Nou, dit beeldje is gegoten in Burma. Ja. En dat kan je altijd zien aan de fysionomie, dus hoe het gezicht eruit ziet. In Burma zijn de beelden altijd iets een beetje kinderlijk. Die hebben een soort kinderlijke, liefelijke uitstraling ook. Ja. Ziet u? Het is net een guitig jongetje. Ja. Nou, het is in dit geval, we hebben veel soorten Boeddha's. Ja. En er zijn ontzettend veel Boeddha's die je kan herkennen aan hun handhouding. Ja, ja. Bijvoorbeeld een staande Boeddha, die staat dan zo en die staat met zijn hand zo. Ja. Eigenlijk deze hand. Ja, ja. En die staat dan zo en dat betekent Abhaya Mudra, vrees niet. Okay. Hier zien we dus dit. Ja. Op het moment dat de Boeddha zijn hoogste inzicht krijgt, ja, zit hij zo natuurlijk te mediteren. Ja. En dan op het moment tikt hij Moeder Aarde aan. Bhumi Spashra Mudra, dat wil zeggen Bhumi is aarde. Ja. En Mudra is handhouding, dus het aanraken van de aarde. Ja. En dan roept die Moeder Aarde aan om getuige te zijn van zijn moment van zijn hoogste inzicht. Ja. En dat is dit. Dat doet hij dus. Oh, wat leuk. Dat is het dus, eind 18e eeuw. Ja. En de waarde, wilt u dat weten? Nou, ja, prima. Het is al lang geleden natuurlijk. Het is al een tijd terug, maar... Voor mij is dit 2200 euro. Nou, dan heeft mijn man zich toch niet laten bekopen. Ik dacht altijd van, nou, we zijn gigantisch afgezet, maar dat valt nog mee. Dus we hebben volgens hem iets voor 400 gulden voor betaald ooit. Ja. Dus nou, zo is dat mee. Maar eenmaal. Maar ja, u heeft het wel meegenomen uit Thailand toen nee, u die mocht. Nee, dat heeft hij laten opsturen zelfs. Ja, dat mocht eigenlijk niet, maar goed. Zo was dat toen. Zo was dat toen, wisten wij veel. Hij vond het mooi. Jongen, we kijken hier naar 4 miniaturen, gemaakt omstreeks 1500 in Duitsland of Nederland, op de grens ergens, uit een verzameling van 24. Ja. Hoe komt u ervan? Ja, mijn overgrootouders die hebben dit gekocht vanuit een verzameling, die verzamelde kunst, en hebben dit daarvoor aangekocht. Ja. En vanuit daar is het in erfenissen verder gekomen en uiteindelijk bij mijn ouders terechtgekomen. Ja. Het zit allemaal apart in passepartoutjes. Normaal zien we deze in een boek zitten. Hè? Ja. Hier heb je dus het kalenderblad van augustus. En dan zie je dus de oogstwerkzaamheden in de marges van de afbeelding. Hier hebben we een prachtig bootje. Loveboot. Een man en een vrouw in een klein bootje. Met familieleden en een kasteel op de achtergrond. Dan hebben we nog uitgekozen. Een hoogste scène. Een man en vrouw hier en hier ook. Gehurkt in het gras. Het zijn prachtige afbeeldingen, gemaakt op perkament, zijn geschilderd. Het is een verzameling losse bladen. Ja. En als je er 24 hebt, dan moet je 24 maal een bepaald bedrag doen. En ik kom op een waarde van 20.000 euro. 20.000 euro? Dat is... behoorlijk. Goedkoper kunnen we het niet maken. Dat heeft u een indrukwekkend sieraad meegenomen. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Vindt u dat zelf ook? Ik vind hem heel bijzonder, ja. Dat er zoveel diamanten zeg maar, in zo'n klein brosje passen en zo mooi gemaakt is. Ik vind hem echt... Ja. Familiestuk? Ja, we waren het huis van mijn vader op aan het ruimen. Die is gestorven. En toen kwamen we een klein kastje tegen. En iemand zei van, nou kom, die moet ook naar de kringloop. Ja. He, weg ermee. En toen, hij kijkt nog even of wat erin zat. En toen kwam dat eruit. Oh, dus hij is gered van de kringloop. Ja. Misschien waren ze ook heel blij mee geweest. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik ben heel benieuwd waar het vandaan komt. En Nou, dan wordt dat mijn eerste vraag. Oké. Martijn.
Waar komt deze prachtige broche vandaan? Engeland. Engeland. Maar u zegt net, zoveel diamanten op zo'n klein, in zo'n klein broche. Ja. Ik vind hem niet zo klein. Oh, okay. Voor een halve man, ja. Want het model is bekend in de juwelenwereld, ja. Is het eigenlijk een hele flinke afmeting. Hij is 5 centimeter diameter. En de meeste halve maan brosjes die ik ken zijn 2,5, 3 centimeter. Dus echt een flinke afmeting. Ja, dit was echt om indruk te maken. Dit kun je wel zeggen, ja. Een juweel van met een zekere statuur. Hmm. Is het gemerkt? Kan je zien wie het gemaakt heeft? Nee, dat is met dit soort juwelen eigenlijk bijna nooit het geval. Je kunt het wel dateren. Het is gemaakt van zilver, waar de diamanten dus in zitten. Met een gouden achterkant. Mm-hmm. En dat goud aan die achterkant, dat werd alleen maar gedaan om de oxidatievlekken van zilver op huid en kleding tegen te gaan. Okay. En zilver oxideert, mm-hmm, en zou dus een akelige zwarte plek kunnen geven. En door dat goud aan de achterkant, dat niet oxideert, voorkom je dat. Ja. Als je na 1900 komt, zou dit in platina of nog weer wat later in wit goud zijn gemaakt. Juist die geel-gouden achterkant geeft een datering. Ja. En dit moet gemaakt zijn voor de hogere klasse in Engeland? Ja, nou ja, het leuke van dit soort juwelen vind ik zelf altijd de wat discrete conversatie die je ermee kunt hebben in die tijd. Want? Met juwelen kon je een boodschap uitdragen. Heel bekend zijn bijvoorbeeld de bloemensymboliek. Iedere bloem had een betekenis. Mm-hmm. En als je zo'n bloem in een juweel verwerkte, dan kon je met zo'n juweel iets zeggen. Nou, dus met de halve maan ook. De halve maan, eerste stadium van de nieuwe maan, zou je kunnen zeggen, mm-hmm, staat symbool voor het nieuwe begin. En dat was in die tijd veel meer dan tegenwoordig. Werd dat bijvoorbeeld gebruikt als een geschenk voor een huwelijk. Okay. Of een geboorte. Ja. En dan werd zo'n juweel, tegenwoordig dragen we graag links of rechts, hè? Hoog tegen de schouder als het aan mij ligt. In die tijd droeg men dat in het midden. Oh, waarom? Symmetrie. Diadeem, oorhangers, collier, brosjes aan beide polsen, gelijke armbanden. Die symmetrie zie je heel duidelijk in een prachtig portret van Boldini, van de portretschilder, waarop een chique, adellijke mevrouw zo'n juweel hier in het midden draagt. Ja, prachtig. Ja, schitterend. Eye-catcher. Eye-catcher, ja. En het is dus een broche. Het is nu een broche hier, mm-hmm, maar als ik hem eruit haal, dat is wel leuk om dat even te laten zien, dan zie je dat er aan de achterkant een schroefje zit. En dat schroefje, als je dat losdraait, dan kan de hele achterkant met inclusief brochespeld kan eraf. Mm-hmm. En dan kun je dat juweel dus op iets anders zetten. We noemen dat à double usage, dus voor dubbel gebruik. In dit geval is dat gegarandeerd een kam geweest, een haarkam geweest. Als je dat dan staken de dames het in hun haar. In hun haar. En daar zie je ook weer prachtige portretten van. Philip de Laszlo heeft een hele mooie, chique Franse mevrouw geschilderd met zo'n halve maan op haar hoofd. Ja. Ja, nou, hij lag in een kastje en dan was dat kastje naar de kringloop, ja, naar de kringloop gaan. Kom je dit soort dingen vaak tegen? Jawel, je komt ze. Ja, nou, nee. bij de kringloop niet, maar je komt ze wel tegen. Ja. Je ziet ze op kunstbeurzen, op de TFAF, Brava in Brussel, zie je dit soort juwelen, okay, absoluut liggen. Maar als je daar zo'n halve maan tegenkomt met dit materiaal, daar zit bijna 6 karaat briljant in. Ja, zeg maar niet zoveel. Nee, dat kan ik me voorstellen, maar dat is veel hoor. Dat is tegen de 6 karaat aan wat erin zit. En de middenstenen zijn ook vrij groot die erin zitten. Ja, als je dat alleen al vanwege dat briljantgewicht uit gaat rekenen, zo'n juweel betaal je 12.000, 13.000 euro voor. Wow, daar sta ik wel van te kijken. En was het nou 10.000, 20.000 euro waard? Nou, zoals de meneer bij het schilderijtje zei, uw familiekapitaal zit er niet in. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie zin. U bent gewoon de conservator van de familie. Precies. Zo wordt u benoemd.